Ja, vrienden, daar zit ik. Kijk, zo, hier, alleen, zo, in de keuken. Kijk, en het is hier nu, ja, iets over 6:30. Nou ja, gewoon op een, het is woensdag, het is vandaag woensdag, ja, gaakdag, gewoon een woensdag. En ik zit hier, nou, kijk, hier dit, kijk hier maar even mee op de tafel. Ik ben bezig met... Kijk, ik heb er wel eentje geschild met aardappelen schillen. Ja, nou, ik ga even de camera neerzetten. Zo, hier staat. Want Jut, die is dus eventjes weg. Die is naar Spaanse les. En we eten vandaag dan, speciebonen. En er komt gaak bij. Ja, woensdag, hè? Ik zei het al. En zij zegt tegen mij, schil jij nou even een paar aardappeltjes. En dan kunnen we die opzetten gewoon als ik thuis kom. Kijk. Nou, vrienden. En dat is dan gewoon zo'n scène uit mijn dagelijks leven. En ik moet je gewoon zeggen, dit is gewoon puur geluk. Is gewoon het maximale wat je aan het plezier uit je leven kan halen. Ja. Het feit dat Jut gewoon straks gewoon weer lekker thuis komt. Ik zit hier heerlijk op mijn gemak in de keuken. Buiten op de bank ligt Pep lekker te slapen. En ik ben bezig met het schillen van aardappelen. En dat is het dan. En dan denken mensen gewoon soms van, ja, maar is dat dan de spanning die je zoekt in het leven? Nee, vrienden, dit is niet exciting. En dit is niet spectaculair. En dit is ook niet spannend. Maar dit is de ultieme truttigheid. En truttigheid, vrienden, ik moet hem eventjes in twee doen. Zo, aardappeltje is helemaal... schoon, helemaal netjes. En dan gaat hij het pannetje in. Ploep. Hoor je het geluidje? Ploep. Nou, en dit is gewoon de ultieme truttigheid. Ja. En ik ben er dus achter door de jaren heen. En ik heb dus echt de allerrijkste op de wereld. Ja, die heb ik gesproken en heb ik meegemaakt, die mensen. En dan dacht ik altijd, ja, zijn die nou gelukkig? Zijn die nou happy? Ja, en dat is natuurlijk een open deur van heb ik jou daar, dat snap ik ook wel. Maar geld inderdaad maakt niet gelukkig. Nee, dat is duidelijk. Geld maakt niet gelukkig. Nee, geld is heel erg makkelijk. Dat is het. Ja, maar verder niks. Nee. Dus die mensen heb ik ook vaak heel erg ongelukkig gezien. En dat heeft mij doen beseffen gewoon. Dat het geluk, dat schuilt gewoon... in truttigheid. In gewoon lekker naast elkaar zitten. Of gewoon maar eventjes niks. Of hele simpele dingen doen. Of samen tv kijken. Of het hoeft allemaal niet met dure cadeaus en spectaculaire reizen. En diners van heb ik jou daar en sterrenrestaurants. Dat is allemaal niet nodig, vrienden. Nee, nee. Het geluk... schuilt in dit. In ultieme truttigheid. Ja, en het kan mij de laatste tijd gewoon niet truttig genoeg. Hoe truttiger, hoe beter. Het is bijna een tegeltje. Geluk zit in truttigheid. Dat is het tegeltje. Onthoud het goed. En sluit het in je hart. En je zal zien dat je net als ik dolgelukkig wordt van het schillen van aardappelen.